Nog zonder Feyenoord, dat ken ik niet. Dat jullie ons maar blijven steunen. Feyenoord is toch mijn ploegje. De tweede! Kalu! Oké, goedemorgen Raymond. Goedemorgen. Ik wou eens vragen, hoe gaat het met je jongen? Met mij gaat het goed, ik ben bijna fit. Morgen speel ik nog een wedstrijd met de tweede mee, Heerenveen uit. En ik moet zeggen, gaat het met de week beter en ik ben er bijna. Ja, want het heeft toch wel allemaal tegen gezeten met je, ja. Ja, klopt zeker. Ik speel een paar wedstrijden met de tweede mee. Ik ben een keer door mijn enkel gegaan en ben ik weer twee weken teruggeworpen, zeg maar. Maar het gaat nu goed en ik ben zeer tevreden toch wel. Ja, want als je erna gaat, geloof ik een maand of zes geleden, toen ging het zo goed met je. Toen werd je in het Nederlands elftal ingeschreven. Ja, dat is een beetje... toen speelde ik pas twee wedstrijden geloof ik. En ja, dat is leuk om te horen, maar op dat moment had ik er niet veel aan. En ik ben weer geblesseerd geraakt en ik moet steeds weer proberen terug te komen. En dat is best moeilijk. Ja, heb je nou ook niet eens een keertje verkeerd gedacht van... het zit enkel maar tegen, wat heb ik de club aangedaan of zo? Of, nou, ik weet niet. Het is, je ziet het vaak als je een heel erg blessure hebt, dat je dan in een of andere blessure valt. En op dat moment zit het dan tegen en daarom is het des te moeilijk om elke keer weer terug te komen. Ja, want als je nou toch je collega's, die jongens allemaal zo lekker hard ziet trainen en jij zit iedere keer in de lappenmand, dat valt natuurlijk wel tegen. Ja, dat is moeilijk. Dat is moeilijk. Maar daarom ben ik ook des te blij dat ik weer op het veld sta. Dat ik gewoon weer de wedstrijdje met de tweede kan oppikken en een ritme op kan doen. En ik hoop zo snel mogelijk weer bij de selectie toe te voegen. Dus je doet nou nog een wedstrijdje met de tweede mee? Met de tweede mee en als dat goed gaat, dan hoop ik weer zo snel mogelijk bij de selectie te komen. Oké, Raymond, ik hartstikke bedankt. Ja, geen dank. En ik wens je heel veel beterschap, jongen. Dankjewel. En heel veel succes. Bedankt, dankjewel. Ja? Oké. Samen met Pietje Bel wordt Feyenoord kampioen. Kalu! Hoe gaat het nou met jou, Leo? Ja, bij mij gaat het goed. Ja, met de blessure? Ja, gelukkig ik ben weer fit. Ja. Alleen conditioneel is een beetje moeilijker nog. Maar ik hoop ik kom wel goed. Ja? En je hebt van de week meegespeeld? Ja, gelukkig een paar minuten gepiekt. Dan ik scoorde nog. Ik ben ook blij. Dat was een mooi doelpunt? Ja, was het een mooi doelpunt. Dus. En heb je nergens last van gehad? Nee, gelukkig niet. En heb je het nou nog naar je zien? Ik heb mij zien altijd, ook gespeeld.
Je wil graag voetballen, ja, hè? Natuurlijk. Ik kom naar Nederland om Feyenoord spelen. Dus. Het heeft 7 maanden geduurd, hè? Ja, 7 maanden geduurd. Dus, veel te lang, hè? Ja, natuurlijk. Maar in voetbalrijk bestaat altijd blessure. Dus, maar gelukkig ben je fit. Nou, ik hoop het elftal draait naar lekker. Ja. En ik hoop dat als je dadelijk helemaal fit bent, toen je er toch in komt. Dus wij zitten met een raar wereld. Je weet nooit wat er gebeurt. Is goed. Oké, Leo, hartstikke bedankt en heel veel plezier. Bedankt. Ja? Oké. We zijn hier ook bij het stadion, bij de harde kern. Van de ouwetjes, ja, van de ouwetjes. Ja, de wijze mannen hoor. Ja, nou ja, goed, de wijze mannen dan. Nou jongens, wat was dat nou gisteren, Piet? Nou jongen, ik zal je eerst eens even vertellen, Piet. Het is een stunt van de week. Ja, graag. Het is rust, we staan met 3-0 voor. Gaat de telefoon? Dat meneer... Meneer Stoel aan de telefoon. Ja, zeg, Piet. En, heb je het nou gezien? 3 in de knip. Ja, heb ik inderdaad gezien. Ik zei ja, ik heb al gebeld. Ze kunnen die zuurstofslangen nog niet opruimen. Ja. Want we kregen nog een tweede helft. De wedstrijd duurt 95 minuten, hè Piet? Ja, zeg maar. Ik zei nog tegen zijn vrouw, zijn die zuurstofslangen nog heel gebleven? Ja. Nee, zeg. Ja, want hier is mijn vrouw en heeft hij nog een praatje tegen. En dan zeker weer Nel. Ja. Nel, ze zegt meneer Stoel is aan de telefoon. Ja. En een verhaal. Nou hoorde ik dan van Jan Ewensen. Dat ze heel aardig gespeeld hadden de eerste helft. Ja. Nou, dat was zeker, want ik heb de wedstrijd gezien. Nou. Het was een hele goede eerste helft, want je kent dus zomaar met 4-5. Het gesprek was over, Jan. Het gesprek was over. Piet. Mag Piet zeggen? Jij, hè? Ja. Ik zeg, Jan, we krijgen nog een tweede helft hier, dus. Ja, nou, en nou gaat de tweede helft beginnen. 3-1. Dat zegt ik aan mijn vrouw. Ik zeg, nou, we gaan wat beleven. Ja, we hebben het resultaat gezien. Maar ja, Jan, moet je luisteren. Wat denk je nou? Wacht even, ik heb het nog niet af. Sorry. Sorry. Nee, nee. Sorry. Dus, de wedstrijd was afgelopen. En wat pak ik? De telefoon. Ja, was helemaal... En dat was Jan weer. Nee, dat was ik. Ging hem bellen. Ja, maar mij gebeld. Ja. Zeg nou. Ik was echt teneergeslagen. Als je zit, dan maakt die gozer nog 4-3 voor Groningen met die kopbal. Ja, die kopbal. Nu staat het 3-0 in de rust. Het hadden er 4-5 kunnen zijn. Maar dan wordt het 3-1. Nou, dat kan gebeuren, jongens, 3-1. Maar dan wordt het 3-2. Ja, dan moet je toch als trainer zijn ingrijpen, Jan. Ja, natuurlijk. Ja, ik kan het niet helemaal beoordelen, omdat Feyenoord dus de beste eerste helft heeft gespeeld van dit seizoen. Ja. En dat geeft denken natuurlijk. Kijk, die jongens die daar vooraan lopen, die zijn niet geroutineerd genoeg om die bal die ze voor de schoen krijgen, om die in te tikken. En dat kan een keer gebeuren, maar het gebeurt mij een beetje erg veel natuurlijk. Ja. Als ik die jongen van Kuit ziet. Hij heeft hard gewerkt. Dat doet hij altijd. Maar die slimmerik, die hoort ook in de ploeg. En die mis ik. Ik mis die slimmerik. Maar ik vind gewoon, het is 3-2, Jan. En dan gaat hij lulling eruit halen. En dan gooit Leonardo erin. Dan heb ik daar niks op tegen. Maar ik vind, je haalt toch een aanvaller. En dan verdedigen erbij gooien, Jan. Ja, nogmaals, het is allemaal achteraf gepraat natuurlijk. Ja. Maar zij hadden meer kans op 4-2 als dat Groningen meer kans had op 3-3. Ja. En daar heeft die vent naar gerekend natuurlijk. Ja, ik weet niet of je hem dat kwalijk mag nemen. En dan vind ik dan persoonlijk, als je nou op de reservebank een hele voorhoede hebt zitten. Van Persie, Lazio, Lazovic. En Leonardo. Dan mag Leonardo... Mag